Yo, goed dat je kijkt. Mijn naam is Jesselon Dulcie en dit is Daniel van Deutekom. Yo. En dit is deel 2 van de miniserie Het Heartbeat Café. We gaan het vandaag hebben over daten en je partnerkeuze. Dus Daniel, ben je single? Ja. Oké. Nee, vertel meer over jezelf. Vertel wat meer. Ik ben fulltime evangelist. Ik natuurlijk gelovig. En geloof opgevoed altijd. Op mijn 19e, thanks, lekker koffie. Yes. Op mijn 19e riep God mij na mijn VBO om fulltime voor God te gaan. En sindsdien doe ik dat. Super tof. Nu al 5 jaar. Het is altijd een avontuur. En dus ik ga vaak de straat op, evangeliseren en zo. Gaaf. En spreken in kerk en dat soort dingen. En stof. Klinkt goed. Yes. Voordat we verder gaan, wil je nog wat in de koffie? Ja, wat is dit? We hebben melk, cacaopoeder. We hebben geen suiker, maar dat maakt niet uit. Wat melk en cacaopoeder. Cacaopoeder erbij? Alle extra's erbij, toch? Hoppa! Kinderkoffie. Nice. Alright. Hey, maar je zei dus... Oh ja, lepeltje. Yes, super. Handig. Je zei je bent voltijd evangelist. Dus dat betekent ook dat je de Bijbel leest, neem ik aan? Jazeker. Oké. Ja. Dan is mijn vraag aan jou. Wat zegt de Bijbel, die jij goed kent, over daten en een partnerkeuze? Nou, daar hebben we één vers voor. Dat is Efeze 5. In Efeze 5 heb je ongetwijfeld wel gehoord. Bij een bruiloft, ben je wel eens bij een bruiloft geweest? Ik ben zeker bij een bruiloft geweest. Wow, bijzonder man. Kook wel eens. En ik krijg Efeze 5 te horen. Ongetwijfeld. Efeze 5, daar staat geschreven. Er staat in de boeken dat de man en zijn vrouw samen één zijn. En daarom zal een man weggaan bij zijn vader en zijn moeder. En van zijn vrouw houden en trouw zijn aan haar. En vanaf dat moment zijn zij één geheel. En dat heeft een verborgen betekenis. Ik zeg jullie dat het hier gaat over de eenheid van Christus en zijn gemeente. En dat is wat Paulus schreef. Paulus schreef over dat er een mystieke, een bijzondere eenheid is tussen man en vrouw in het huwelijk. En dat God geopenbaard werd door dat huwelijk. Dus er is iets heel bijzonders in het huwelijk. Dat is meer dan simpelweg, hey, ik hou van jou en we krijgen kinderen later of zo. Dat is, dus samen ga je een project aan waarin je God openbaart. Zo. Super tof. Dat klinkt heel gaaf. Dat is echt vet. Voor mij is het vaak het interessante van de Bijbel. Is niet alleen om te lezen wat er staat in de Bijbel. Maar ook voor jezelf te gaan kijken. Wat kan ik hier zelf uit leren? Of welke lessen kan ik hieruit toepassen in mijn eigen leven? Ja. Dus dat is dan ook mijn vraag naar jou. Van hoe kun jij deze les die je net eigenlijk hebt geleerd aan ons. Hoe heb jij die toegepast in jouw eigen leven? Ja, goeie vraag. Als we de Bijbel lezen. Dan zien we veel voorbeelden over mannen die vaak op zoek zijn naar een vrouw. Ik ben ook een man en het kan ook andersom gelden. Dus als je een vrouw bent en je luistert hiernaar, dan kan het ook voor jou zijn natuurlijk. Ja. Maar bijvoorbeeld Abraham in Genesis 24, die stuurt een dienstknecht. Stuurt hij erop uit om te zoeken naar een vrouw, naar Rebecca uiteindelijk, voor Isaac. Mm-hmm. Gelukkig hoeft dat tegenwoordig niet meer. Je kan tegenwoordig gewoon rondkijken. En ik denk dat het... dat voor mij, voor mijzelf, dat het heel fijn is geweest om eerst te ontdekken wie ik zelf ben. Hmm. Soms in de wereld, in de samenleving waar we in leven, is het zo makkelijk om gehaast een relatie in te willen duiken. Er wordt een beetje een beeld geschetst dat als je single bent, dat je dan eenzaam bent, alleen bent. Ja. En dus je moet eigenlijk, je bent pas vol, vervuld, je bent pas één als je met iemand anders bent. En je ziet dus ook veel mensen van relatie naar relatie hoppen. Ik denk dat voor mij het super fijn is geweest om dus een lange tijd single te zijn. Zodat ik mezelf kon ontdekken en zodat ik weet wie ik zelf ben en wat ik zelf ook nodig heb. Hmm. Want anders ga ik de dingen die ik eigenlijk bij mezelf moet vinden en in mijn relatie met God, ga ik zoeken in de ander. En dan wordt het meer iets om jezelf op te vullen. Of een aanvullend iets of zo. In plaats van wat het origineel was bedoeld. Ja, precies. Zo. En dan wordt God niet geopenbaard in de relatie. Nee. Maar dan wordt de menselijke gevallen staat eigenlijk geopenbaard. Van, ik heb per se dit en dit voor je nodig. Weet je wel? Ja, ja. Ja. Oké. Okay. Needy. Goed, dus waar je het over hebt gehad. Je hebt het nu gehad over dat het zo belangrijk is om te weten waar het huwelijk over gaat. En een relatie over gaat. Dat het iets goddelijks is. Ja. En dat het niet gaat om jezelf op te vullen of aan te vullen of zo. Zo. Dat is heel belangrijk om dat te weten. En dan heb ik eigenlijk nog een laatste vraag die ik heel belangrijk vind. En dat is, geloof jij dat er een ware is? Of de ware is? Nou, ik ken veel getuigenissen van christenen die echt het idee hadden dat God ze samenbracht. En dus ik geloof ook dat het echt mogelijk is dat God één iemand voor jou heeft die aan jou wil koppelen. Alleen ik geloof niet dat dat een formule is. Bij God zijn er zo
zijn er veel minder formules dan we vaak denken. Hm. Graag willen we vaak God in een hokje stoppen. Ja. Ik geloof niet echt dat er per se één persoon is. En als je die persoon mist, ja, dan moet je voor de rest van je leven single blijven. Want dan was degene, ja. 15 jaar geleden heb je die kans gemist. Ja, de bus gemist. Ja, misschien letterlijk de bus. Weet je wel. Als je weer gestapt was in de bus, dan had je jou tegengekomen. Weet je wel. Nee, zo werkt het niet. Ik geloof wel dat God een ware voor je kan hebben. Dat hij diegene naar voren schuift. Maar alsnog heb je een vrije wil. Hm. Ik heb bijvoorbeeld een paar jaar geleden, zo een beetje een persoonlijk verhaal. Een paar jaar geleden heb ik een hele leuke klik gehad met een meid. En alles leek erop te wijzen dat het van God kwam. Ja. En ik vroeg God erin en allemaal bovennatuurlijke tekens kreeg ik erbij. En het was echt bizar. Het stond echt helemaal nergens op. En ook als ik het tegen andere mensen zei, ik heb dit gezien. Ze waren van, wat? Dit moet meant to be zijn. Dit moet wel zo wezen. Hm. Uiteindelijk zei ze, nou zie je dat niet? We klikken gewoon niet samen. Dus dat was wel even van de koude kermis thuiskomen. Ja. En uiteindelijk hebben mensen dus een vrije wil. En ik geloof dus dat het gezond is als we niet alle ballen gooien op God. God heeft in zijn soevereiniteit één iemand voorbereid en zij is het of hij is het. Ik geloof dat het heel gezond is als we God niet benaderen als de soevereine, almachtige God die alles voorbestemd heeft en dat is helemaal, dat staat helemaal vast. Maar dat hij met ons in onze vrije wil die interactie aangaat. En als het niet haar is, dan is het misschien de volgende. Okay. En ik denk dat het heel gezond is om daar gewoon wat ontspannender in te staan. Want als er een druk op ligt, dan is er geen ruimte voor daten. Is er geen ruimte voor ontdekken en verkennen. Is er geen ruimte voor groei ook in de relatie. Mm-hmm. Want als zij de ware is, dan moet zij perfect zijn. Mm. Dan moet ze perfect bij mij passen en mijn leegtes aanvullen. Maar zo werkt geen enkele relatie. Je groeit en je leert van elkaar. Je leert van de relatie. Okay. Bedankt voor dit mooie gesprek. Wederom voor je openheid. Het was mooi om te zien hoe je toch vanuit je eigen leven wilt delen. Je hebt mooie dingen meegegeven aan ons en we kunnen hier thuis ook mee aan de slag. En kon je nog misschien vragen om toch nog even te bidden voor de mensen die thuis zitten en misschien wel lastig vinden dat ze single zijn of in hun situatie waarin ze nu zitten en misschien wel wat hulp nodig hebben op die manier. Dus zou je ons willen bekrachtigen met jouw gebed? Ja, sowieso. Weet je, als jij op zoek bent naar een relatie, weet dat jij niet de enige bent. God die zoekt samen met jou mee. God is met jou in het proces. Door heel de Bijbel zien we dat God mensen aan elkaar koppelt. Soms is het op een bovennatuurlijke manier en soms is het gewoon supernatuurlijk. Is het gewoon hartstikke natuurlijk. En ik wil je gewoon aanmoedigen om God in het proces te zoeken. Heb jij een verlangen naar een relatie? Zoek God hierin. En God heeft ons gemaakt, zoals bij Adam en Eva zien we dat. God heeft ons gemaakt niet om alleen te zijn, maar om een partner te hebben. Adam wandelde met God, maar toch voelde hij zich alleen. Waarom? Omdat we niet gemaakt zijn om compleet altijd single te blijven. Dus ik wil je uitdagen, zoek God in dit proces. En ik geloof echt dat hij met je zal zijn. Ik zeg je in de naam van Jezus dat hij met je is. Dat de Heilige Geest je zal leiden in je partnerkeuze. En ik geloof echt dat God daarin met je zal zijn. In Jezus' naam. Amen. Amen. Yes. Nice. Oké, dit was alweer deel 2 van de miniserie. Voor deel 3, blijf dan stay tuned en dan kunnen jullie zien wanneer die online komt. In de description below kun je het nummer vinden van Daniel als je benieuwd bent. Nee, dat is een grapje. Maar tot volgende keer. Peace. Later.